De paden op, de lanen in, vooruit met ferme pas. En dan ga jij altijd lekker door. Ik wilde graag wat vertellen over ons nieuwe project, Till We Meet Again. En de naam zegt het eigenlijk al. Omdat we onze bewoners in verpleeghuizen niet kunnen bezoeken, hebben we eigenlijk iets bedacht om de tijd te vullen tot het moment dat we ze weer wel kunnen bezoeken. En in eerste instantie hebben we veel kaartjes gestuurd, cadeautjes, en hebben we optredens verzorgd van gratis artiesten. Maar we wilden ook graag de band met onze vrijwilligers waarborgen. Dus we hebben een aantal van onze vrijwilligers bereid gevonden om vlogs te maken voor hun bewoner. En dat is eigenlijk een weergave van de activiteiten die ze altijd samen deden voor het coronatijdperk. En die we straks weer samen hopen te gaan doen. Dus denk bijvoorbeeld aan een wandeling of een bezoekje in de markt of samen een kopje koffie drinken. Dus ik schenk hem nu in en ik drink hem vandaag alleen. Maar ik hoop dat we elkaar heel snel weer kunnen zien. En de vrijwilliger gaat dus alleen op pad, maar praat met de bewoner alsof hij of zij daarbij is. Lekker in de rolstoel, lekker hobbelen over de weggetjes. Hier staan de Narcissen en de tulpen die we zo bewonderen. En de eerstvolgende keer dat we elkaar weer zien en dat ik gezellig bij je op de koffie kan komen, dan breng ik mijn mondkapje mee en dan hoop ik dat je daar je goedkeuring over kunt geven. Zoveel onkruid weggehaald en ik moet nog heel veel. Laat ik maar eens even meekijken. Die opnames die overhandigen we aan activiteitenbegeleiders in het verpleeghuis. Het zijn wel strikte privéfilmpjes, exclusief voor de bewoner. En nou, daar worden ze dan bekeken door de bewoners, zo vaak als ze maar willen. Echt goed ontvangen door mantelzorgers, door de verzorgers en door de mensen zelf. Dus dat is superleuk. En daarom willen we ook zoveel mogelijk mensen oproepen om ook hier aan mee te doen. En heb jij iets leuks om te delen, stuur het ons gerust. Dan maken we er een kort filmpje van en we leveren het ook aan bij de betreffende bewoner. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik jullie wilde vertellen. En ik wil jullie graag uitnodigen om hierna een paar fragmentjes te bekijken. Dus dank voor jullie aandacht en hopelijk doen jullie ook mee. En tot gauw. Tot gauw. Till we meet again.